bijna alle mensen die meer risico lopen omdat ze ouder zijn of een medische aandoening hebben, zijn inmiddels volgens planning gevaccineerd. En die zien we dus al een poosje niet meer terug in de ziekenhuizen. Dat is de echte viruswaarheid. Vaccineren werkt. Dat is de echte viruswaarheid. Vaccineren werkt. Minister van Volksgezondheid en Sport Hugo de Jonge doet een stevige claim dat de terugloop van kwetsbare patiënten in de ziekenhuizen het gevolg is van de vaccinatiestrategie. Maar is dat zo? Ik bespreek het met ingenieur en statisticus Fritsander Laar, die al sinds het begin van de coronacrisis scherp in de wedstrijd zit en de cijfers kritisch volgt en analyseert. Zo kwam hij onder andere tot de constatering dat de ziekenhuisbezetting vorig jaar rond deze periode ook terugliep en zelfs harder dan nu. En dat zonder vaccinatie. Hoe kan dat? En zou er een ander oorzakelijk verband kunnen zijn dat onze minister vergeet mee te wegen? Dat, maar ook het principe van de cirkelredenering en de preventieparadox bespreken we vandaag hier aan tafel. Fritsander, leuk dat je hier bent in de Blackbox Studio. Ik volg je al een tijdje op Twitter en ik zie heel veel interessante analyses van jou steeds. Je zit niet bij een politieke partij, je bent ook niet een activist of zo. Je bent echt een burger die begaan is met deze materie. Waarom? Waarom leeft dit zo bij jou? Dat komt eigenlijk voort uit mijn interesse voor trends, voor cijfers. En ik had eigenlijk al vrij snel aan het begin van de crisis keek ik naar de getallen en zag de enorme paniek die eigenlijk ontstaan was rondom het virus. En met name ingegeven door beelden vanuit Italië. Dat ik dacht van ja, maar die werkelijkheden die kloppen eigenlijk niet met elkaar. Nou, dat is eigenlijk de belangrijkste reden geweest voor mij om dieper die cijfers in te duiken. En te kijken, ja, wat gebeurt er nou eigenlijk op de achtergrond? Ook al omdat ik weet dat op het moment dat je heel veel kijkt naar beelden. Beelden doen iets met mensen. Dat heeft Daniel Kahneman in een heel groot werk beschreven. Waarvoor hij ook de Nobelprijs heeft gewonnen in 2002. Beelden doen iets met mensen. En heel vaak is het zo dat wat die beelden bij mensen doen niet overeenkomt met de werkelijkheid. En dat is denk ik de belangrijkste reden geweest voor mij om daar bovenop te duiken en te kijken van ja, wat gebeurt er nou? Fritsander, ik kwam met jou in contact naar aanleiding van een Twitterdraadje wat jij maakte over de bewering van Hugo de Jonge, waarmee we de uitzending ook zijn begonnen. Hè, dat de vaccinatiestrategie schijnt te werken omdat de ziekenhuiscijfers teruglopen. Hè. Daar wordt een kausaal verband geschapen waarvan jij zei van hé, dat is niet zo eenvoudig om dat zomaar even te leggen. En daar had jij het volgende beeld voor gebruikt. Wat zien we hier nou eigenlijk? Want we kijken volgens mij naar een overzicht waarbij je 220 met 221 vergelijkt, hè? Ja, wat ik hier gedaan heb, eigenlijk is dit ingegeven door een berichtje van een meneer op LinkedIn, Bart Oerlemans, die tussen twee data had gekeken van wat de daling was in ziekenhuizen en IC-opnames van dit jaar en vorig jaar. En toen kwam ik tot de conclusie van, hey, ja, dat is inderdaad wel een heel groot verschil. Maar toen dacht ik tegelijk, toen ik eigenlijk al een draadje aan het schrijven was, van ja, maar dan zit je vast aan de periode in de tijd. En we weten allemaal dat bijvoorbeeld het weer significant veranderd is. Significant anders is eigenlijk dit jaar dan vorig jaar. Dus dan denk ik, dat is niet zo verstandig. Dus toen heb ik in het RIVM weekbericht deze zijn van 25.5. Dit zijn overzichten van het RIVM zelf? Van het RIVM weekbericht, die elke dinsdag uitkomt. En daar heb ik deze grafieken uitgehaald en daar heb ik die lijnen ingetrokken om te kijken van nou, wat was nou die afnamesnelheid. Omdat het afhankelijk is van het moment waarop het plaatsvindt. Ja, en boven zien we ziekenhuisopnames en beneden zien we IC-opnames. Dus het is echt wat er gebeurt in de ziekenhuizen. Hè? Ja, dit is wat er gebeurt in de ziekenhuizen. En wat je dan ziet is dat de afname nu veel langzamer gaat dan vorig jaar. En dat verbaasde mij enorm. Want eigenlijk zou je verwachten dat dit jaar met alle extra immuniteit die door natuurlijke infectie is ontstaan, maar ook met immuniteit die door vaccinatie is ontstaan, dat die afname veel sneller zou zijn. Omdat er natuurlijk gewoonweg minder mensen vatbaar zijn in onze samenleving. Dus dat verbaasde mij enorm. En ja, dat is eigenlijk een vraag waarvan ik denk van die moet gesteld worden. Omdat je niet zomaar kunt zeggen dat door de vaccinatie die dalingen worden veroorzaakt. Want er spelen natuurlijk veel meer factoren een rol. Hè. Natuurlijk, infectie speelt een belangrijke rol. Die hadden we in principe vorig jaar ook maar heel weinig. Als je afgaat op de serologische onderzoeken van het RIVM.
En dat is dit jaar is dat gewoon veel meer. Dus wellicht zijn er andere factoren. En een belangrijke is natuurlijk seizoen. Waarvan ik denk dat een belangrijke rol, dat die een belangrijke rol speelt. Helemaal kwantificeren kan ik het niet. Maar dat die een hele belangrijke rol speelt, dat is volgens mij uit alle grafieken, niet alleen van ons, maar ook als je naar omringende landen kijkt, wel vrij duidelijk. Nu heb jij dit op Twitter gepost. Daar heb je ongetwijfeld reacties op gehad en kritiek. Wat was nou de belangrijkste kritiek die je hebt gehad van mensen die zeiden van nou, dit houdt geen stand wat jij zegt? Ja, de belangrijkste kritiek is eigenlijk geweest van vorig jaar hield men zich beter aan de maatregelen. Daar heb ik zo mijn bedenkingen bij. En de reden is dat heel veel van de maatregelen in mijn optiek, dat kunnen we in een volgende grafiek kunnen we dat zien, dat die eigenlijk nauwelijks effect hebben gehad. Dit is een R-grafiek uit het Tweede Kamerbriefing van 20 mei. En wat je hier ziet is dat de R al aan het dalen is voordat op 15 maart de lockdown werd afgekondigd. Dit is 2020 voor dit de duidelijkheid. Dit is 2020. Ja. Dus, de strengste en meest ingrijpende maatregelen zijn op 15 maart ingesteld. Ja, dat is de meest rechtse pijl. Hè? Dat is de meest rechtse pijl. En wat je ziet is dat die R al aan het dalen was. Daarmee kun je dus niet anders dan concluderen dat die daling van die R door andere factoren veroorzaakt moet zijn dan de maatregelen van de lockdown. Wellicht hebben ze in een later stadium een heel klein beetje meegeholpen. Je ziet dat die R nog ietsje verder daalt en daarna kabbelt die wat voort tot aan begin mei. Maar je kunt dus niet zeggen dat de maatregelen van 15 maart de oorzaak zijn geweest. En dan komen we op het verschil tussen correlatie en causaal verband. De oorzaak zijn geweest, dus dat die echt die daling veroorzaakt hebben. Dat zou natuurlijk wel kunnen met de maatregelen die daarvoor staan. En in hoeverre die dat bewerkstelligd hebben en welke dan de dominante zijn, dat weet ik niet. Maar wat hieruit duidelijk wel blijkt, is dat de meest strenge maatregelen die pas vanaf 15 maart zijn geëffectueerd, dat die niet het effect hebben gehad waarvan velen zeggen dat ze dat wel hebben. Dus in die zin vind ik het moeilijk te rijmen met die vorige grafiek. Kan ik dus die kritiek eigenlijk op deze manier weer leggen. Dat die snelle daling eigenlijk komt doordat wij ons beter aan de maatregelen hebben. En de maatregelen wellicht beter, dat ze beter werden opgevolgd eigenlijk. Ja. Want we hebben nu ook hele, wellicht nogal strengere maatregelen dan we voorheen hadden. Dus ik heb daar wel moeite mee dat door de maatregelen zou komen. Het tweede is, en er staat in de volgende grafiek, daar staan de overledenen. En wat je hier ziet, ook dat de daling in de overledenen vorig jaar veel sneller ging dan dit jaar. Maar wat nog belangrijker is, als je naar de rechterzijde van de grafiek kijkt, dan zie je dat de daling van de overledenen al is ingezet rond de jaarwisseling. Dat was voor de start van de vaccinatie. Die piek zit zo'n beetje rond 31 december, of vlak ervoor. Ja, dus vlak ervoor, vlak daarna. Laat ik even in het midden. Dat kun je niet heel goed zien aan deze grafiek. Maar je zou daar met een zevendaags gemiddelde zou je misschien wel dat beter kunnen pinpointen waar die precies ligt. Maar dat vond ik niet zo relevant. Want het beeld is gewoon, wat je hier heel duidelijk ziet, is dat die overledenen al aan het dalen waren. Voordat ze op 6 januari begonnen met de zorgmedewerkers te vaccineren. En voordat ze begonnen met de verpleeghuisbewoners op 8 januari. Ja. En zeg maar kwetsbare ouderen. Ja, en dan is ook nog eens de aanname dat dit vaccineren pas helpt na enige tijd. Ja. Dus dan ben je ook weer een paar weken verder. Dus je zou kunnen zeggen een maand verder voordat je de tweede dat de maand december al aan dalen was, voordat er überhaupt effect zou kunnen zijn van vaccinatie. Dat zien we hier. Ja, dat zie je hier zeker. Ik denk dat het wel iets langer is zelfs, omdat het duurt al zo een maand voordat je de tweede prik hebt gezet. En het duurt zo, je bent zo maar 2 tot 4 tot 6 weken verder voordat het echt effect gaat hebben. Want pas dan worden de aantallen groot genoeg om daar echt een effect in te hebben. Dus ook hier weer heb je datzelfde timingprobleem als bij de vorige grafiek. Je hebt een oorzaak, je benoemt iets tot een oorzaak, maar de timing is verkeerd. Ja, dus de daling was al ingezet en de oorzaak ervan is pas nadat de daling er al was, is pas gekomen. Ja, dat is natuurlijk met elkaar niet te rijmen. Ja, in dit plaatje staan de nieuw opgenomen IC-patiënten per leeftijdscategorie. En hier heb ik ook gekeken naar de snelheid waarmee die zijn gedaald. En dan zie je ook dat in de met name de kwetsbare leeftijdsgroepen, dat zijn die vanaf 50 en ouder, dan zie je ook dat er een daling is die in het voorjaar sneller was dan dat die nu is met de vaccinatie. En de vraag is dan, kun je dan zeggen dat vaccinatie de grote veroorzaker is van al die dalingen? Als in het vorig jaar, er een veel scherpere daling was. Dat is eigenlijk de discussie die ik hiermee
wilde opwekken. Ik denk dat er een heleboel andere factoren mee zijn waarbij seizoen inderdaad een belangrijke is. Maar wellicht zijn er nog meer. Dus dit maakt mij toch wel dat ik denk van nou meneer de Jonge, dat is toch wel een vrij behouden uitspraak die u daar doet. En is die wel goed onderbouwd? Ja. Net als de claim van alle maatregelen waar we het net eerder over hadden. Die is eigenlijk door de overheid is nooit echt onderbouwd waarom die lockdown nou per se moest. En wat voor effect die zou hebben. Er is niemand in het RIVM, er wordt altijd geroepen, het verminderen van contactmomenten leidt automatisch tot minder besmettingen. En dus tot minder ziekenhuisopnames en dus tot minder IC-opnames en overledenen. Maar of dat nou de bepalende factor is, is nooit goed onderzocht. En er zijn inmiddels genoeg onderzoeken waaruit blijkt dat heel veel van die lockdownmaatregelen helemaal niet werken. Ja, ik begon de uitzending ook met onder andere de introductie dat we het vandaag ook gaan hebben over de cirkelredenering, althans het principe en de preventieparadox, daar komen we zo op. Maar de cirkelredenering wil ik absoluut even aanstippen. Want het probleem is natuurlijk met deze hele kwestie dat de overheid feitelijk altijd gelijk heeft. Omdat je natuurlijk niet een tweede Nederland hebt waar je het even kan testen als een soort controlled trial, randomized, waar je het even anders doet. We hebben natuurlijk wel andere landen zoals Zweden. Maar ja, dan zijn de omstandigheden weer zoveel anders. Hè? De crowd density, hè? Hoe mensen daar bij elkaar wonen. Althans, grappig genoeg is die met Nederland te vergelijken. Dat heeft een onderzoeker ook laten zien met allerlei data. Maar het blijft een beetje appels met peren vergelijken. Maar laten we even kijken naar het principe van de cirkelredenering. Want die staat hier mooi omschreven. Het is eigenlijk een drogreden die volgt uit een redenatie waarbij als juist wordt aangenomen wat nog bewezen moet worden of waarbij feiten gebruikt of aangehaald worden waarvan de persoon verkeerdelijk veronderstelt dat ze al bestaan of verwezenlijk zijn. Is dit wat jij waarneemt dit afgelopen jaar? Ja, met name rond de maatregelen, omdat eigenlijk iedereen, hè, de overheid er in ieder geval van uitgaat dat die hun werk hebben gedaan. En dat wordt ook steeds in alle mogelijkheden die ze hebben, wordt naar buiten gebracht dat dalingen komen door de maatregelen en stijgingen komen omdat wij ons niet aan de maatregelen zouden houden. Nou, dat gaat mij veel te ver. En als je dan kijkt hoe ze dat proberen te onderbouwen, dan komen ze met modelstudies en dan komen ze met aannames die volstrekt. Ze verwijzen naar literatuur, maar hoe hun modellen nou echt in elkaar zitten, dat weten we niet. Dus ja, hoe ze tot al die prognoses komen, is volkomen onduidelijk. En dat is ook de belangrijkste reden geweest. Omdat ook in het voorjaar hebben ze op een gegeven moment zijn ze gaan claimen dat er zoveel duizend ziekenhuis- en IC-opnames voorkomen zouden zijn door de lockdown of door de maatregelen. En toen dacht ik van ja, maar waar baseer je dat nou op? Nou, dat bleek gebaseerd te zijn op modelberekeningen die ze doen. Dus toen heb ik gedacht van ja, maar dan moet ik kunnen zien, ik geloof het niet. Ik geloof het nog steeds niet dat die claims kloppen. Dus toen dacht ik van nou ja, dan ga ik een opverzoek indienen en dan ga ik Alle data, alle modellen, alle aannames, alle parameters die ze gebruiken en alle validaties opvragen. En dat is wat ik eind september gedaan heb. En dat is een verzoek wat nog steeds loopt. Jij hebt die data niet gekregen? Nee, die data zeggen ze van, die is niet anoniem. Nou, ik vind dat geen excuus, want die kun je ook anonimiseren. Dan zeggen ze vervolgens, ze hebben de mankracht er niet voor. Nou, ja, volgens mij kun je dat inhuren. Maar dus daar moet een mouw aan te passen zijn. Maar goed, en als je de onderliggende data niet hebt die ze gebruikt hebben in die modellen, kun je nooit controleren of die modellen, of ze doen wat ze moeten doen en op welke manier de output tot stand komt. Dat is gewoon heel belangrijk om te weten, want anders kun je, stop er maar aan. Als je bijvoorbeeld zeg het seizoenseffect, een weegfactortje van 10% meegeeft, dan doet het niet veel in je model. En als je de maatregelen bijvoorbeeld een veel hogere factor meegeeft, dan laten die wel veel zien als je aan die knop gaat draaien. Ja, want het RIVM heeft de afgelopen week een rapport uitgebracht waar onder andere ook de Volkskrant en de NRC artikelen over geschreven hebben. Dus Maarten Keulemans kwam ook met een analyse van het rapport. Maar als jij niet aan de data kan komen en weet wat de aannames zijn en wat er ingestopt is eigenlijk in het model, hoe kan dan bijvoorbeeld een Maarten Keulemans van de Volkskrant daar een zinnige beschouwing over geven? Of die cijfers kloppen? Dat kan hij niet. Ja, of die cijfers kloppen, dat kun je nooit weten. Maar, want degene die wordt op een bepaalde manier verzameld, daar kunnen ook allerlei fouten in gemaakt worden. Maar goed, daar heeft iedereen mee te maken.
Dus dat is het probleem niet. Maar als je de... Hij kan dat ook niet. Net zo goed als ik dat niet kan. Als hij die informatie ook niet heeft, kan die ook niet nagaan of die modellen kloppen en of wat eruit komt juist is. Nou, we hebben natuurlijk aan de buitenkant gezien hoe vaak al die prognoses die het RIVM gedaan heeft, hoe vaak die niet uitkomen. Ze hebben volgens mij in februari nog een keer in mei een piek voorspeld. Ongeveer midden mei, eind mei. Ja, daar is natuurlijk helemaal niks van terechtgekomen. En dat is eigenlijk vanaf het begin van de coronacrisis gaat dat zo. Hebben ze steeds voorspellingen gedaan die alsmaar weer veel en veel te pessimistisch zijn geweest. Daar is nu, komt nu wat aandacht voor dat dat gebeurt. Ja, ik kan alleen maar gissen naar de redenen waarom ze dat doen. Misschien echt uit hun modellen komen, maar dan kan het zomaar zijn dat ze gewoon hele essentiële parameters niet hebben meegenomen, die ze wel mee hadden moeten nemen, of dat ze verkeerde schattingen gebruikt hebben. Ja, dat kunnen we niet zien, want het is een soort black box waar dan een mooie grafiek met een mooie waaier eromheen uitkomt, waarvan sommige mensen zeggen, die komen niet uit een model, maar die komen uit een tekenprogramma. En dat is natuurlijk ook nog denkbaar, dat wel grafieken uit een model komen, maar dat ze opgeleukt zijn met allerlei mooie kleurtjes enzovoorts. Ja, Maurice de Hond heeft al heel wat schoenen richting de tv gegooid, omdat hij zich zo boos maakt om de incorrecte weergave van cijfers door het RIVM. Ik heb daar hier ook al programma's over gemaakt. Dus dit verhaal van jou staat niet op zichzelf. Laten we ook even gaan kijken naar de preventieparadox. En daar heeft nu.nl een, ik zou bijna zeggen, humoristisch filmpje over gemaakt. En daar zit een racefiets in en dan heeft het altijd mijn interesse. Dus laten we even kijken. Het werd een flinke golf, maar geen tsunami. En dus hoor je steeds vaker, zie je wel, het valt wel mee met die coronacijfers. Ik ga je uitleggen waarom je dat de preventieparadox kan noemen. Eerst een stukje context, want het RIVM kwam voor de derde golf met dit soort modellen. Dus met andere woorden, er is inderdaad een effect van de lockdownmaatregelen. Als we niks hadden gedaan, dan was de situatie in de ziekenhuizen niet te overzien. Toch is dat niet gebeurd. Nederland belandde opnieuw in een lockdown en er kwam zelfs een avondklok. Corona-sceptici hoor je daarom vaak zeggen, zie je wel, vergelijk het maar met de griep. Maar bij die denkwijze gaat soms iets mis en dat heeft te maken met de preventieparadox. Ik ga je een voorbeeld geven om dat beter te begrijpen. Kijk, elke dag zet ik mijn racefiets hier neer op het station en dan maak ik hem vast met dit dure slot. Maar geloof het of niet, mijn racefiets is in 5 jaar nog nooit gestolen. Kijk, je zou nu kunnen zeggen dat dure slot, ja, dan was het geld totaal niet waard, want de fiets staat er nog. Maar dat is in principe de preventieparadox, want zonder slot was mijn fiets waarschijnlijk wel gestolen. En zo werkt het ook deze coronacrisis. De cijfers zijn uiteraard niet goed, maar zo slecht als de modellen van het RIVM zijn ze niet geworden. En het komt juist of deels door al die preventieve maatregelen. Dankzij de 1,5 meter, de mondkapjes, het handen wassen en al die andere zaken hebben wij die tsunami kunnen voorkomen. En ja, de modellen zijn schattingen. En tuurlijk, we kunnen niet 100% uitrekenen wat de effecten van de avondklok bijvoorbeeld zijn. En oké, de maatregelen nemen ook andere negatieve effecten met zich mee. Maar wat we weten is dat het zoveel erger had kunnen zijn zonder maatregelen. Ja, een illustratief filmpje over de preventieparadox. Frits Sander, wat is jouw eerste reactie als je dit allemaal zo ziet? Nou, hij gooit een heel duur slot om een voorwiel van een racefiets. Racefiets die kunnen meestal met 2 clipjes heel makkelijk een wiel eruit halen. Dus ik denk als ik die racefiets had zien staan en ik was een dief geweest, dan had ik gedacht, oh, dat is makkelijk. Zo'n frame, nou, die zijn toch vrij duur. Dan laat ik dat voorwiel lekker liggen en neem ik de rest mee. Ja, laten we even kijken naar dat fragment, want mij was het ook niet ontgaan. En dan maak ik hem vast met dit dure slot. Wat zien we hier nou eigenlijk? Wat gebeurt er nou feitelijk? Ja, hij neemt een maatregel om ervoor te zorgen dat de fiets niet gestolen wordt. Maar deze maatregel is niet zo heel effectief in mijn optiek, want als iemand deze fiets zou willen hebben, dan denk ik dat hij ook genoegen neemt met deze fiets zonder voorwiel. Dus dit is een heel mooi voorbeeld van een niet effectieve maatregel. Want had iemand frame vastgemaakt, was het al een stuk beter geweest. De parallel is een beetje met de hele redenering van overheid naar RIVM. We hebben maatregelen genomen en die werken zonder dat ze eigenlijk de werking daarvan hebben aangetoond. Daar hebben we het al eerder over gehad aan de hand van die R-grafiek. Daar wil ik nog wat aan toevoegen.
Op het moment dat we verder in de tijd kwamen, zijn er allerlei gebeurtenissen geweest. Waarbij het commentaar was dat wij ons niet aan de maatregelen hielden, dat we te dicht bij elkaar gingen zitten op mooie dagen. Nou, aan de hand van de R-grafiek hebben we al eerder gezien dat in ieder geval de lockdownmaatregelen van 15 maart niet de oorzaak kunnen zijn van de daling die we zagen in de R tot 15 maart. En daarna is die niet heel veel verder gedaald. Nou, als die maatregelen inderdaad zouden werken, zou je ook veronderstellen van als wij ons nou niet aan die maatregelen houden, wat gebeurt er dan? En dat is op ettelijke malen gebeurd. De tweede paasdag gingen we met z'n allen lekker naar buiten. Waren we te dicht bij elkaar. Koningsdag gebeurde hetzelfde. Er zijn rijen geweest bij de IKEA, waarbij op allerlei momenten in programma's werd gezegd, dat kan toch niet. En straks zien we het in de ziekenhuizen. Het is een klap in het gezicht van de zorgmedewerkers. Al dat soort uitspraken werden gedaan. En als je kijkt naar het effect op de ziekenhuisopnames, ik heb het niet gevonden. Ik zie het hier niet. Want dit waren dus eigenlijk potentiële superspreader events, waar inderdaad heel veel kwaad over werd gesproken. En het doet blijkbaar niks. Ja, het waren in ieder geval events waar ze, of het echt superspreader events zouden hebben kunnen worden, weet ik niet. Maar wat je wel heel duidelijk ziet, is dat er geen effect is op de ziekenhuisopnames. En we hebben natuurlijk ook wat versoepelingen doorgevoerd. De horeca is uiteindelijk weer geopend en daarna zijn er twee grote demonstraties geweest. Geen enkel effect. Hoe kan het toch, Frits Sander? Want jij bent niet de enige die dit kan beredeneren. Ik neem aan dat er bij de overheid ook heel veel knappe koppen zitten en bij het RIVM. Dit is overduidelijk. Het is keer op keer. Het is niet een incident. Het is toch een feit dat we inmiddels weten dat dit soort evenementen niets hebben gedaan. Waarom blijft die overheid dan toch in het narratief zitten dat het allemaal ontzettend gevaarlijk is en dat we ons gedrag moeten blijven veranderen? Nou ja, wat je ziet is dat ze hebben zich helemaal ingegraven in dat die maatregelen alle effecten veroorzaken. Dus om daar dan op terug te moeten komen, ja, dat is natuurlijk voor een overheid en voor veel instanties natuurlijk niet helemaal. Dat is niet een heel goed vooruitzicht. Ook al niet als je dan bekijkt van, hey, stel dat eruit komt dat die maatregelen inderdaad maar heel weinig gedaan hebben en volstrekt disproportioneel waren, wat ik denk dat ze zijn. Dan ga je natuurlijk allerlei juridische problemen krijgen. En dan gaan er mensen wellicht kijken of ze schade nog op de overheid kunnen verhalen of wat dan ook. Dus dat is natuurlijk niet een prettig vooruitzicht. En dat dit niet nieuw is, dat is wel duidelijk. Er is een huisarts, Huiper Rutte, die heeft daar een soort blog over geschreven dat ik vorig jaar ergens tegenkwam. Dat was gebaseerd op een boek van meneer Harari of Hariri, ik weet nooit hoe de man heet. Ja, die Israëlische socioloog. Schrijver. Ja. En die zegt, ja, dit voldoet eigenlijk volledig aan het onze jongens stierven niet voor niets syndroom. Ja, waarbij in de Eerste Wereldoorlog een heel groot front was tussen de Italianen en de Duitsers, de Habsburgers eigenlijk. Die hebben jarenlang gevochten. En na de eerste twee veldslagen waren er 30.000 mensen aan de Italiaanse kant overleden. In die oorlog waren ze geen meter opgeschoten. En de Italianen hadden toen met de Habsburgers een bestand kunnen sluiten, maar dat hebben ze niet gedaan. En de belangrijkste reden daarvoor was, dan moeten we gaan uitleggen dat onze jongens voor niets zijn gestorven. En dat was niet zo'n prettig vooruitzicht. Uiteindelijk zijn ze doorgegaan, heeft nog jaren geduurd en zijn er tussen de 600.000 en de 700.000 mensen in die oorlog omgekomen. Nee. Mijn vermoeden is dat dit principe hier, weliswaar op een andere schaal, ook een rol speelt. Bij dat experts die alsmaar de maatregelen hebben benadrukt en al onze overheden al maar weer eigenlijk vastzitten in dat narratief. En daar met goed fatsoen, zonder gezichtsverlies, eigenlijk niet meer uit kunnen. Waarbij je zou kunnen denken, en misschien is dat wel hun hoop, dat het vaccin daarvoor gaat zorgen dat ze uit die crisis kunnen geraken zonder dat ze dit gezichtsverlies hoeven lijden. Dat is een beetje mijn analyse van wat hier eigenlijk gebeurt. Ja, nou, het klinkt heel plausibel. Laten we nog eens even kijken naar opties die eigenlijk voor de hand liggen, hoe we wel moeten kijken naar het verloop nu in de ziekenhuizen. Want in jouw optiek, en jij onderbouwt dat goed en ik ga daar heel ver in mee, is het wat simpel om te zeggen vaccinatie is de oorzaak voor de terugloop, hè, in de ziekenhuizen. Daar zijn ongetwijfeld ook andere factoren en misschien wel veel zwaarwegendere factoren. Als we kijken naar de seizoenseffecten van corona, dit is een overzicht van 2010 tot 2020. En hier zien we eigenlijk het seasonality effect van corona, waarin we terugkerend zien dat
een bepaalde cyclus zich vertoont. Ja. Hoe kijk jij hiernaar als statisticus en dan in relatie tot wat we nu zien? Ik had, zonder dat ik deze plaatjes kende, eigenlijk al vorig jaar en op basis van informatie uit van het influenzavirus, al echt wel het idee dat we hier over, met name bij luchtwegvirussen, dat er echt een seizoenseffect optreedt. Nou, dit is geen influenza. Dit is geen influenza, dit zijn andere coronavirussen. Coronavirussen, want een heleboel mensen weten ook niet, heb ik begrepen, dat coronavirussen al heel lang bestaan en dat SARS-CoV-2 in feite een mutant is. Maar dit is wat we dus de afgelopen 10 jaar hebben gezien. En daar is geen coronavaccin bij aan te pas gekomen. Nee, wat je ziet met die seizoenseffect, dat heel veel luchtwegvirussen, met name in de winter, niet allemaal, maar een aantal wel, dat die met name in de winter opkomen. En blijkbaar is het coronavirus, en dit coronavirus ook, daar ook een voorbeeld van. We hebben natuurlijk pas gezien in het najaar dat er weer meer zieken kwamen. Dat heeft zich voortgezet door de winter heen. En nu met het verbeteren van het weer zie je gewoon weer dat het enorm snel afneemt. En dat was vorig jaar ook zo. Dus dat dit een belangrijke factor moet zijn, daar heb ik zelf in ieder geval maar heel weinig twijfel over. En als ik kijk naar de berichten in kranten, dan lijkt het RIVM een 10-15% effect aan het seizoenseffect toe te bedelen. En dat lijkt mij gewoon veel te weinig. Nu horen we ook steeds die berichten van, ja, er liggen nu veel meer jonge mensen op de IC's. En die zijn nog niet gevaccineerd. En ook dat zou dan een bewijs zijn dat vaccinatie helpt. Want we zien minder ouderen op de IC-afdelingen en in de ziekenhuizen. En dus is dat het bewijs dat vaccinatie werkt. Er is hier een overzicht wat gemaakt is door jou, waarin we zien dat er 3 leeftijdsgroepen zijn. Hoe kijk jij als statisticus naar dit fenomeen, dat er ineens veel meer jongeren op de IC's zouden liggen? Of jonge mensen? Nou, de vraag is of dat in absolute zin ook zo is. Kijk, dat oudere groepen minder vertegenwoordigd zijn op IC, wil nog niet zeggen dat daarmee dat gat direct wordt opgevuld door veel meer jonge mensen. En als je naar de cijfers kijkt, dan zie je dat er niet hele grote toenames zijn in de lagere leeftijdsgroepen. Dus zeg onder de 70. De verhouding verandert wel, want er zijn minder mensen die in de ziekenhuizen terechtkomen en op de IC's van 70 jaar en ouder. Ja, dus we zien dat hier in dit overzicht, ja, hè, dat bovenste blokje dus kleiner is geworden. En dat de verhouding dus nu is dat het middelste blokje groter is. Maar wat jij ook al zei, in absolute zin is er nu niks veranderd. Nou, als je naar de cijfers kijkt, bijvoorbeeld kun je op het coronadashboard gewoon doen. Dan kun je per leeftijdscategorie kijken naar de ziekenhuisopname. Als ik daarnaar kijk, kan ik niet zeggen dat ik in de leeftijdsgroepen tussen 40 en 60 of 40 en 70, dat ik daar nou een hele significante toename zie van de absolute aantallen. Ja, als die absolute aantallen niet toenemen, kun je niet spreken van een hele grote stijging. Relatief gezien natuurlijk wel, want ten opzichte van het totaal vormen zij een grotere groep. Dus in die zin is de claim juist. Ja. Alleen is het is op een verkeerde manier naar de data kijken. Ja, het is eigenlijk nogal logisch, hè? Als er heel veel ouderen al zijn overleden en dus niet meer op de IC kunnen belanden. Of in het ziekenhuis of niet meer kwetsbaar zijn. Hè? Het aantal kwetsbaren loopt door allerlei factoren loopt dat terug. Wellicht groepsimmuniteit of überhaupt het verdwijnen van het virus uit de samenleving zou ook nog kunnen. Ja, wie zal het zeggen? Laten we het hopen. Wat je natuurlijk wel ziet is dat de overlijden, en dat is een eerder plaatje wat we al hadden, is dat je ziet dat vanaf de jaarwisselingen het aantal overledenen al daalt. Ja, ook voordat de vaccinatie begonnen is überhaupt, maar ook voordat er ruim voordat er een effect van vaccinatie verwacht zou kunnen worden. Dus dat daar iets aan de hand is, dat is juist. En dat er minder ouderen, als er minder ouderen overlijden, is het niet onwaarschijnlijk dat er ook minder ouderen ziek worden en in de ziekenhuizen terechtkomen. Dus dat die trend aan de gang is wel duidelijk. Maar dat betekent natuurlijk niet dat er meer jongeren ineens op de IC en in de ziekenhuizen terechtkomen. Ja. Want als je naar het coronadashboard kijkt, dan zie je dat daar niet een hele grote significante stijging is geweest de afgelopen maanden. Ja, en het is dus dan ook vind niet. Ik vind die claim nogal moeilijk. En nu daalt alles, dus daalt sowieso ook in de jongere groepen daalt de ziekenhuisbezetting. Frits Sander, we hebben een heleboel zaken besproken. Als jij alles beziend een conclusie zou moeten trekken, en dan met name ook kijkend naar de uitspraak van minister Hugo de Jonge, de echte viruswaarheid is dat vaccineren werkt. Wat zou jij dan zeggen?
Mijn conclusie is dan, dat kun je niet zeggen op basis van de data die nu voor ligt. Dat gaat veel te ver, die conclusie kun je gewoon niet trekken. Waarmee ik niet wil zeggen dat vaccinatie niet werkt, dat zeker niet. Alleen hij kan die claim op basis van wat we nu in de ziekenhuizen en in de data zien, kan hij in mijn optiek die claim niet maken. En wat het effect precies is van vaccinatie op alle dalingen die we nu zien, ja, hoe groot dat effect is, dat weet ik niet. Maar dat er andere factoren zijn die heel belangrijk zijn en die wellicht een veel groter effect hebben op dit moment, dat is volgens mij evident. En dan denk ik met name aan het seizoenseffect, want volgens mij krijgt dat een veel te, veel te laag gewicht in alle berekeningen en analyses. Ik denk, als we echt willen weten of vaccineren goed werkt, dan zullen we in mijn optiek moeten wachten tot wat er in het najaar gebeurt. Om dan te zien. En dan weet je het nog niet zeker. Want het kan ook zijn dat er dan inmiddels weer veel meer mensen ook via natuurlijke weg immuun zijn geworden. Dat dat ook weer een factor is. Of dat het virus afneemt of wat dan ook. Nou ja, er zijn natuurlijk allerlei dingen bij te bedenken. Maar om op dit moment op basis van deze data te zeggen dat vaccinatie werkt, dat is veel te kort op de bocht. Ja. Mag ik jou danken voor dit ontzettend interessante gesprek? Ik hoop overigens dat jouw WOP-verzoeken worden gehonoreerd, dat je de data krijgt om de zaken nog eens goed door te rekenen, want daar ben je goed in en ja, daar moet je wel de gelegenheid toe krijgen. Kom zeker nog eens terug als je een interessante casus hebt. Ja, en ik wil jullie bedanken voor het kijken en vragen om deze video flink te delen. Maar ik wil jullie ook vragen om je te abonneren op onze nieuwsbrief. Dan krijg je iedere keer een notificatie als we weer een video live hebben. We zitten ook op Telegram, Instagram, Twitter en Facebook. Ook daar kun je ons volgen. Ook zijn we bezig met Blackbox Next Step, waarmee we dagelijks nieuws willen komen brengen vanaf het najaar. Dus als je een donatie kan missen, heel graag, want dan kunnen we dagelijks belangrijke dingen blijven brengen, zoals dit. Frits Sander, ontzettend bedankt voor je komst en hopelijk tot een volgende keer. Heel graag gedaan.